Deze school krijgt een bloem winkel. Wat houdt dat in? Ja, dus ik kom vandaag hier om het certificaat van European Blue School te geven aan deze school. Want zij hebben gewerkt aan een aantal projecten om de zee binnen de klas te brengen. Zij maken nu deel uit van het wijde netwerk van een 150-tal scholen in Europa die zich inzetten voor zee-educatie. En de Europese Commissie zal dan later voor hen subsidies geven, zodat zij die activiteiten kunnen verder. Het programma zorgt ervoor dat leerlingen gaan samenwerken met de maritieme sectoren. Dat is eigenlijk een groot onderdeel van het programma. En dat de school ook het project dat ze doen gaan delen met de bredere samenleving hier in Den Helder. En dat is iets waar deze school zeker in geslaagd is. Dus zij nodigen iedereen uit om dit feestelijk te vieren. Dames en heren, applaus. Het lachen van Anker van Lodewijk. Ik heb het niet gedaan. Iedereen die wijst, steeds een ander aan. Iedereen die zegt, wat gaat mij dat nou aan? Maar laat toch die soep niet staan. En roep dan, hey, hey. Denk aan de zee, denk aan de zee. Hey, 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 hey. Denk aan die mooie zee. Thuis eet ik vaak een lekker bordje soep. Maar het liefst wel zonder plastic troep. Hey, 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 hey. Denk aan de dieren in de zee. We gaan een zeilrace organiseren. En daarmee willen we sponsors, zeg maar, die ons sponsoren zoeken we, zodat het een groter project kan worden, want nu is het een knullige zeilrace. En eigenlijk willen we er iets groots van maken en andere leerlingen stimuleren om het meerdere jaren te doen. We zorgen dat het heel duurzaam is en we willen daarmee ideetjes organiseren, zeg maar, dagen om geld in te zamelen. Dat wij dan bijvoorbeeld een dag organiseren om het strand leeg te halen van plastic en daarmee wordt natuurlijk het milieu ook beter. Ja, dat gaan we allemaal recyclen natuurlijk, tot bruikbare producten. Om zo te laten zien wat duurzaamheid voor de wereld kan betekenen. Ja, en is dat het enige wat je gaat doen? Tot nu toe zijn dat de vorm van kleine acties die we ondernemen om zo sponsors aan te trekken, ja. Denk aan de dieren in de zee.